Breda Nu. Je weet het meteen. Hallo Breda, het is weer weekend en ik ben Brak, Bart. En welkom bij het weekoverzicht. Het is de afgelopen tijd weer heerlijk weer en daarom werd het tijd om het buitenras bij gemeenschapshuis Vianden te openen. En dit werd gedaan door wethouder Paul de Beer. Ik vind het wel echt een hele mooie locatie. Ja. Je zit hier pal op het zuiden. Je hebt hier een mooi gebouw waar je allerlei activiteiten kan doen. En je kunt hier lekker buiten zitten. Je hebt een paar Jeux de Boelbanen. Een leuk publiek. Ja. Vond u dat hier behoefte naar was? Ja, dat zie je echt. Want het gemeenschapshuis Vianden werd altijd al heel druk gebruikt. En vooral dankzij de hele actieve begeleiding door Ruud en door Kees. Maar dit buitenterras, daar was ook behoefte aan. Want nu kan je vanuit binnen kan je ook van de buitenlucht genieten. Overal waar je komt, hebben mensen buitenterrassen. En mensen willen naar buiten. En wij hadden totaal geen vierkante meter buitenruimte. En dat was echt een probleem. Bij Stichting Oranjeboom staat de geschiedenis van de stad en het landgoed van Breda centraal. In het Grand Theater werd de 70ste editie van het jaarboek van de stichting onthuld en uitgedeeld. Dit jaar zijn we bezig met ondernemers in de 19e en de 20e eeuw. En dat is dit jaar een thema. Een paar jaar geleden waren we bij Hotel Nassau op bezoek. En toen ging het eigenlijk over de Nieuwstraat en de panden. Dus een deel van het jaarboek zit rond dat thema. En voor de rest kennen we ook nog andere bijdragen aan die bundel met allerlei andere verhalen. Wat staat er nog in de planning vanavond? Nou, vanavond staan ook weer die ondernemers in de spotlight. Dus we hebben maar liefst twee hoogleraren uitgenodigd om daar hun licht op te laten schijnen. In het Chassé Theater was afgelopen donderdag een vrijwilligersmarkt waar mensen op zoek konden gaan naar een leuke vrijwilligersbaan. Wat komt u hier eigenlijk doen? Nou, wij zijn hier in samenwerking met de gemeente Breda. Daar zijn wij door uitgenodigd omdat wij vrijwilligers zoeken voor onze locatie. En ook mensen de mogelijkheid willen bieden om leuke bestedingen van hun tijd bij ons door te brengen. En dat is zodat wij er allebei bij gebaat zijn. Dus de mensen die hier komen voor het vrijwilligerswerk, maar ook zeer zeker onze bewoners waar wij het voor doen. Momenteel is Art Breda in volle gang bij het Breepark in Breda. En dit is een beurs waarbij allerlei verschillende galerijen en exposities tentoon worden gesteld van mensen uit Nederland en België. We hebben dat door de Belgische ambassadeur gevraagd of hij dit wilde openen, omdat wij zo graag de beurs voor Vlaanderen, Nederlands sprekend België en Zuid-Nederland willen zijn. Wij verbinden dat deel van de wereld, zou ik maar zeggen. En daarnaast is het hier ook gewoon gezellig. En die Belgische ambassadeur die zei dat ook net. Die zei van ja, het is toch een soort van huiskamer. Het Fotopaleis hield ook een expositie in het Stadsmuseum van Breda. En hiervoor hebben 15 fotografen die aangesloten zijn bij de organisatie foto's geleverd. Ik ben lid van het Fotopaleis, dat is een fotogroep uit Breda. En wij exposeren in het Stedelijk Museum Breda met 15 fotografen van het Fotopaleis. Nou, deze expositie is al een week gaande en hij hangt nog een week tot 22 april, tot en met 22 april. En de toegang is gratis, dus bezoekers en liefhebbers van fotografie of kunst kunnen gratis het Stedelijk Museum Breda binnentreden om hier een rondje te lopen op onze expositie. En wij exposeren één keer om de twee jaar. Er zijn bij ons een aantal professionele fotografen actief in de fotogroep het Fotopaleis. Maar er zijn ook een aantal vrijetijdsfotografen, dus het is een mix. Vorige week was het vrijdag de 13e en daarom gingen wij de straat op om te vragen of dit het geluk van de Bredaars nou eigenlijk een beetje heeft beïnvloed. I think pretty much every day I have luck. Like I have so many opportunities to do so many different things. So I think it really depends on the person, like what you're gonna do with a day. So you're pretty lucky to wake up every day and it's up to you. Like you don't have to just depend on having a perfect day to have luck. Like for example, Saturday the 14th, that's not going to be your lucky day if you don't decide it to be. Geluk. Mijn kansing is goedgekeurd terwijl ik hem te laat ingeleverd had. Dat vond ik best wel nice. Ik weet niet, eigenlijk niet zo heel veel geluk, maar ik weet niet. Ja, ook gewoon met haar kansing en toetsen en zo, het gaat wel goed. Dus
Ja, gisteravond. Gisteravond op de vluchtstrook. En ik had een beetje pech met de auto, dus ik werd bijna geschept door een vrachtwagen. Dus ik stapte net opzij. Dus, en dat was mijn geluk. En zoals elke week hebben we weer een mooie foto opgestuurd gekregen. En deze keer is die van de Willem Merkstuin, gemaakt door Tamara Verhoog. Heb je zelf nou ook een mooie foto gemaakt? Stuur hem dan gerust op naar redactie@bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Zoals altijd een fijn weekend toegewenst en nou doe. Breda Nu. Je weet het meteen.